druk befietst rond schooltijd en spits, rustig bewandeld, alleen of gegidst. Immer ontvouwt volgens seizoens eigen licht het weidse landschap dat eindert tot einde zicht. Meidoornen omzomen, dreven doen dromen, eiken statig in de rij leiden gehuld in nog meer tinten in de verte het Groningenhof. Deze plek heeft, zelfs vooraleer ik de rijke geschiedenis van de bewoners en het kasteel kende, altijd tot mijn verbeelding gesproken. Het is ook een heel functionele weg. Ik vind het ook een soort van ontmoetingsplek tussen jong en oud. Vooral gelijk het gedicht vertelt, het is nogal druk rond spits en schooltijd. Het is dan soms ook een beetje uitkijken. Aan de andere kant is het ook een plek waar je tot rust kan komen. Uw ogen vooral, het weidse landschap, alle kleuren, elk moment van de seizoenen biedt voor mij rust. En een soort van ontmoetingsplek met anderen, maar ook met jezelf. En het is een soort van baken in tijd, letterlijk en figuurlijk als stuk van gebouw en infrastructuur. Maar wanneer ik mijn gedicht aan andere mensen heb laten lezen, bleek dat zij ook heel veel herinneringen hadden uit hun kindertijd. En dat vind ik heel mooi aan poëzie, dat je met iets heel eenvoudigs, heel diepgang kan creëren.